crisis is a crisis in consciousness, a crisis that cannot anymore accept the old norm. Alle landen zijn failliet, alleen sommige landen zijn meer failliet dan andere. Maar wat doen we? De landen die wat minder failliet zijn, die gaan nu geld lenen aan de landen die wat meer failliet zijn. Schreef, het is niet de vraag of, maar wanneer dit financiële systeem echt ineenstort. Vanochtend om 9 uur is het faillissement van DSB uitgesproken. Ook andere pensioenfondsen verloren veel geld. ABP 44 miljard euro. Het fonds voor de ambtenaren staat op een dekkingsgraad van 90%. PMT, het pensioenfonds voor de metaal, verloor 6 miljard euro en staat nu op een dekkingsgraad van 87%. And I think we are in the middle of something going on that's very big. It looks like it's never going to end.